Hi, leuk. Je kijkt naar de Korte Week Horoscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 27. En dat is van maandag 29 juni tot en met zondag 5 juli. En zo'n kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de ram gaat brengen. Dan lijkt het erom alsof deze week een beetje een week is waarin je ja, misschien wat begint, maar dat je even niet zo goed weet waar je bent. Het lijkt alsof je het gevoel hebt dat je in een soort wachtruimte zit en dat het maar eigenlijk niet verder kan komen. En terwijl ik het gevoel heb dat je wel heel veel plannen hebt, maar je hebt het idee, nou, ik weet niet, je zit niet helemaal lekker in je vel, je weet het niet, je weet ook niet waar je heen wil. Het is even een gevoel van, oh, zoekende en je komt maar niet verder. Ik heb het idee dat het vooral tijdelijk is, want je lijkt er best wel wat voor jezelf tegen een muur aan te lopen. En dan aan het eind van de week echt te denken bij jezelf, nou kom op, dit is niet wat ik wil, dus ik ga het gewoon veranderen. En ineens heb je ook echt die zin omgezet. En op het moment dat je dat voor jezelf helemaal bedacht hebt, dat je het echt anders wil gaan doen, dan komen er eigenlijk ineens allerlei plannen en ideeën naar boven, waar je dan ook echt wel weer mee in de weer kan gaan. Hè? Dus ineens komt dat stukje actie, dat lijkt ineens omhoog te gaan komen. En niet te vergeten, hele fijne plannen erbij. Dus hè, waar je een stuk had waar je misschien ook een beetje op vastliep, dat lijkt je aan het eind van de week in ieder geval niet meer te hebben. Dit was alweer de Korte Week Horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.